Welkom bij alweer de vijfde webinar, die we ditmaal organiseren in samenwerking met Pazel en de New Media Factory. Laat ik beginnen met enkele huishoudelijke opmerkingen. Allereerst kunt u uw vragen stellen via het panel rechts onder questions. En aan het einde van de presentatie zullen we enkele van deze vragen beantwoorden. Alle overige vragen die binnenkomen via Twitter zullen we na afloop van de presentatie behandelen. Nou, deze presentatie zelf kunt u morgen terugvinden op onze website. En dat kan onder het kopje Resources en vervolgens Webinars. Dan is het nu tijd geworden om de sprekers van vandaag te introduceren. Mijn naam is Bertram Welink en ik ben marketingmanager bij Saveshop. Ik organiseer deze webinar samen met Alfa Piepers, marketingmanager bij Pazel. En Jeroen Schravendijk, social media stratege bij de New Media Factory. Laat ik je eerst nog even kort iets vertellen over Saveshop, voor degenen die dat nog niet weten. Bij Saveshop kunt u zelf een webwinkel starten, zonder tussenkomst van programmeurs. Saveshop begon in 2008, in een tijd dat de term SEO in opkomst kwam. En vandaar ook dat ons bedrijf de naam Saveshop kreeg. Nou, in 2010 was het bedrijf al flink gegroeid en had er meer dan 50 integraties met betaalmethoden, verzendmethoden en marketingtools. En 2013 is het jaar van internationalisatie voor ons. In Nederland zijn we al marktleider en sinds januari zijn we actief in Duitsland. Komend jaar willen we actief zijn in nog vier andere regio's. En in 2015 is de ambitie om heel Europa in te gaan. Nou, wanneer u nu een webwinkel bij Saveshop staat, is dit hoe de back-office eruit ziet. Hier kunt u orders beheren, betaal- en verzendmethode in Nederland of bijvoorbeeld Duitsland selecteren. Uw design kunt u volledig aanpassen. Daarbij kunt u zowel HTML als CSS bestanden veranderen. En ook meerdere webwinkels in verschillende talen beheren. Nou, ruim 4000 webwinkeliers in de Benelux en het daggebied, dus dat is Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, die hebben al voor Saveshop gekozen. Veel van hen zitten in het MKB, maar er zijn ook een aantal grote namen, zoals Philips, Dance for Life, Fairphone en recenter het Van Gogh Museum. Nou, dat was een korte introductie over Saveshop. De vraag die ik vandaag wil beantwoorden is: welke kanalen kunt u inzetten om uw verkopen tijdens de feestdagen te verhogen? Nou, om die vraag te kunnen beantwoorden, heb ik een aantal agendapunten opgesteld. Te beginnen met enkele statistieken, dan een korte checklist om te controleren of uw webwinkel al feestdagen proof is. Gevolgd door enkele tips voor het aanpassen van een webwinkel. En dan gaat het met name om de content van een webwinkel. Vervolgens een interessante app die je kunt gebruiken tijdens de feestdagen. En even kort iets over levering, waar Alfa later in de webinar verder op in zal gaan. Zoals gezegd, eerst een aantal statistieken. Uit onderzoek in de VS blijkt dat retailers daar tijdens de feestdagen zo'n 40% van de jaarlijkse omzet verdienen. Nou, dat wil natuurlijk niet zeggen dat het in Nederland ook direct zo hoog zou zijn. Maar wat het wel zegt is dat de feestdagen dus een belangrijke periode zijn voor de webwinkeliers. Bovendien koopt meer dan 50% van de shoppers hun cadeaus voor de feestdagen online. Nou, waarom is het nou juist belangrijk voor webwinkeliers om alles uit de kast te halen tijdens de feestdagen? Dat komt omdat online shoppers over het algemeen niet zo trouw zijn als offline shoppers. Dat betekent dus dat er meer gedaan moet worden om bestaande klanten weer te activeren. En uiteraard kan er ook een poging gewaagd worden om de klant van een concurrent naar de webwinkel te lokken. Nou, volgens onderzoek van Google vinden 40% van de shoppers daarbij de beste prijs het allerbelangrijkste. Gevolgd door 22% die kijken naar de beste selectie. 12% vindt service erg belangrijk. En 10% zoekt naar de dichtstbijzijnde winkel. En dat zijn dus met name dus de offline shoppers. Dat laatste. Nou, het zou dus zeker verstandig zijn om nu al uw prijzen met de concurrent te vergelijken. En hun productaanbod of presentatie te verbeteren. Nou, dat brengt me bij de volgende slide. Is uw webwinkel feestdagen proof? De eerste vraag die dan gesteld moet worden is of uw webwinkel wel zoveel bezoekers aan kan. Nou, als u een Saveshop webwinkel heeft, zal het over het algemeen geen probleem zijn. Maar bij andere aanbieders heeft het soms te maken met de maximale hoeveelheid verkeer die uw webwinkel aan kan. Waardoor de webwinkel tijdelijk niet bereikbaar kan zijn. Nou, zoals gezegd, bij Saveshop is dat probleem gelukkig niet zo.
Ten tweede is het belangrijk om een mobiele shop te hebben, want steeds meer mensen gebruiken een mobiele telefoon om zich te oriënteren. Opnieuw onderzoek van Google laat zien dat 79% van de shoppers zelfs een webwinkel verlaat op het moment dat hij niet geschikt is voor mobiele telefoons. Nou, ten derde wilt u overzichtpagina's kunnen maken, bijvoorbeeld een pagina met de top 10 best verkochte producten tijdens de feestdagen, zodat uw bezoekers niet hoeven te zoeken in een webwinkel. En ten vierde wilt u natuurlijk ook cadeauverpakking kunnen aanbieden. Dat is iets wat we in het verleden bij SaleShop niet hebben gehad, maar momenteel wordt er hard aan gewerkt om dat wel beschikbaar te maken, zodat het nog voor de feestdagen mogelijk is. Nou, tenslotte wilt u ook nog kunnen bloggen, zodat u ook over de feestdagen kunt schrijven en zo bezoekers naar uw webwinkel kunt halen, die dus misschien niet per se actief op zoek zijn naar uw product, maar die wel een interessante doelgroep voor u vormen. Over het bloggen zal ik later nog wat meer vertellen. Dat is natuurlijk een beetje een open deur, maar ook de feest, om ook de feeststemming in uw webwinkel te krijgen, kunt u natuurlijk ook uw design wat aanpassen. Daar kunnen wij u uiteraard bij helpen, maar kleine aanpassingen kunnen ook wel heel voordelig gedaan worden. Dat kan bijvoorbeeld via websites als Fiverr.com. En dat is een website waar heel veel freelancers zitten en die kunnen uw banners en dergelijke aanpassen. En dat kan dan vanaf $5 in totaal. Nou, ik had het net al even genoemd, maar je kunt natuurlijk ook een aparte pagina inrichten met een titel als Onze bestsellers rond de feestdagen. Zodat u die pagina actief kunt promoten en bezoekers niet hoeven te zoeken naar een product wat ze willen kopen tijdens de feestdagen. Ik heb hier een voorbeeld gegeven van Eurofleurist, wat overigens geen klant van ons is, maar ik vind dat zij het vrij goed gedaan hebben. Wat eigenlijk nog beter zou zijn, ook voor hen dan, is wanneer ze de productnaam ook in de titel zullen opnemen. Dus in het geval van deze bloemist zou het bijvoorbeeld kunnen zijn de top 100 kerstbloemen in 2013. Zodat de pagina ook beter gevonden wordt in Google. Wat u ook kunt doen is actief bloggen over de feestdagen. Zeker wanneer u blogt over een zoekwoord met veel zoekopdrachten en weinig concurrentie. Dan heeft u een goede kans om daarmee hoog in de zoekresultaten te komen. Nou, u kunt uw zoekwoordenonderzoek doen via de Keyword Planner van Google AdWords. Daar heeft u dan wel een AdWords account voor nodig. En wanneer u een interessante zoekwoorden heeft gevonden, dan is het raadzaam om deze zoekwoorden ook in het blog te herhalen. Dus zowel in de titel als in de blog zelf. Nou, u kunt iedere blogpost dan optimaliseren voor een enkel zoekwoord. Die, zoals net gezegd, u op meerdere plekken terug kunt laten komen. Nou, de belangrijkste plekken die noem ik hier. Dat is in de URL, dat is in de titel, in de subkoppen, de meta-title en de meta-description. En nogmaals, herhaling in de blog. Bovendien is het natuurlijk verstandig om de blogpost te delen via social media en ook via andere sites. En wanneer de content niet te commercieel is, maar bijvoorbeeld informatief of juist heel grappig, dan is het ook aannemelijker dat dat beter gedeeld zou gaan worden. Wat we ook kunnen doen is video's maken. Het gebruik van video's kan een belangrijke bijdrage leveren aan de conversie in een webwinkel. U kunt bijvoorbeeld productvideo's maken en deze in uw webwinkel plaatsen. Uit onderzoek blijkt dat video's tot wel 200% hogere conversie kunnen opleveren. En een toename in orderwaarde van 45%. Nou, bovendien zorgt het voor een betere zichtbaarheid als u video's gebruikt op social media. En het schijnt zelfs heel goed te zijn voor de organische vindbaarheid van een webwinkel. Bovendien leveren video's volgens hetzelfde onderzoek 50% minder retourzending op, omdat klanten kunnen zien hoe het product eruit ziet nog voordat ze het in huis krijgen. Dan nog een interessante app voor tijdens de feestdagen. Dat is de app van Giveit, die u in onze App Store kunt vinden. Met deze app kunt u een knop in uw webwinkel toevoegen waarmee uw bezoekers een productcadeau kunnen geven. De klant kan dan vervolgens een vriend op een van de social media selecteren, volgens een bericht achterlaten en ook nog veilig betalen. Nou, dan wordt er vervolgens een bericht gestuurd naar de ontvanger, via e-mail, Facebook, Twitter of LinkedIn. En de ontvanger kan het cadeau dan vervolgens accepteren. En als je dat dan doet, dan wordt dat vervolgens bekendgemaakt via de social media kanalen, zodat de webwinkel ook bekendheid krijgt bij anderen.
Een acceptatie wordt de order volgens doorgegeven aan uw webwinkel. Met erin alle benodigde gegevens voor de verzending. En ja, op die manier kunt u dus de mogelijkheid bieden om gemakkelijk cadeaus te verzenden tijdens de feestdagen. En bovendien krijgt u ook meer bekendheid omdat het ook direct via social media gedeeld wordt. Dan wil ik nog kort even iets over levering van producten zeggen, waar Alfa straks nog meer over gaat vertellen. Dit zijn eigenlijk 4 tips waar u rekening mee kunt houden tijdens de feestdagen. Ten eerste kunt u overwegen om gratis of voordelige levering aan te bieden tijdens de feestdagen. Op dezelfde dag te leveren, zodat ook later bestellingen nog geleverd kunnen worden. Ook kunt u gratis retouren aanbieden, hoewel dat natuurlijk wel erg spannend is tijdens de feestdagen. Of verpakking van een product aanbieden. Nou, dat zijn allemaal punten die u kunnen onderscheiden van een concurrent tijdens deze zeer belangrijke periode. En zoals gezegd zal Alvar hier straks nog meer over gaan vertellen. Natuurlijk wilt u niet alleen nieuwe klanten winnen, maar ook bestaande klanten weer activeren. En die bestaande klanten zijn zeer waardevol, omdat ze veel eerder geneigd zijn om uw merk via hun netwerk te delen. En omdat klanten die regelmatig met u contact hebben, eerder geneigd zijn om opnieuw te kopen. Eigenlijk zeer logisch natuurlijk. Nou, u kunt deze bestaande klanten bijvoorbeeld via e-mail marketing activeren met een loyaliteitskorting tijdens de feestdagen. U kunt er bijvoorbeeld een programma zoals Mailchimp voor gebruiken, die u ook in onze App Store kunt vinden. Of ja, uiteraard zijn er ook nog veel andere e-mailprogramma's die daarvoor ingezet kunnen worden. Dan iets over retargeting. Of remarketing, zoals Google het noemt. Dat is een zeer effectieve manier om oude bezoekers weer terug te halen naar je webwinkel. Je moet hiervoor wel de remarketing tag van Google AdWords in je webwinkel plaatsen. En bij SEOshop kunt u dat doen onder JavaScripts in uw backoffers. Nou, wij nemen bezoekers van een webwinkel nou volgens andere websites bezoeken die advertenties van Google tonen. Dan is de kans groot dat zij uw Google AdWords advertenties op die plek weer zullen zien staan. En dat ze op die manier dus weer terug kunnen komen in uw webwinkel. Dus u volgt eigenlijk uw klanten op andere sites met uw AdWords advertenties. Ja, op die manier kunt u dus oude bezoekers blijven interesseren voor uw webwinkel terwijl ze op andere sites zitten. En uiteraard moet u natuurlijk wel een Google AdWords account hebben om de remarketing tag in uw webwinkel te kunnen plaatsen. Nou, tenslotte kunt u uw producten ook nog exporteren naar vergelijkingssites. De bekendste zijn beslis.nl, kieskeurig en vergelijk.nl. En op die manier kunnen klanten toch uw producten zien, ook al zijn ze niet in uw webwinkel. Nou, dat was mijn laatste punt. Ik heb het al een aantal keren kort genoemd, maar er is natuurlijk nog een ander belangrijk kanaal om uw webwinkel en uw producten tijdens de feestdagen onder aandacht te brengen. En dat is via social media. Nou, gelukkig is Jeroen daar een specialist in. En die wil ik dan nu ook heel graag het woord geven. Ik zal hem dan ook even vrijgeven. Jeroen. Oké, en dan ga ik hem even doorzetten naar Jeroen. Jeroen? Ja? Ja. Als het goed is, ben ik nu in beeld. Oké, okay, New Media Factory. Ik zal me even voorstellen. Even kijken. De New Media Factory is een social media bureau. We zitten in Gouda op dit moment met 8 man, 2 fulltimers, 6 parttimers. En we zijn de hele dag aan het twitteren, LinkedIn en namens onze opdrachtgevers. Ik zal me dan even nog kort even voorstellen. Dit is mijn agenda voor vanmiddag. Ik ga 3 dingen bespreken vanmiddag. Dat is, gaat over sociaal content schrijven en commerciële content. En dan heb ik daar even wat voorbeelden meegenomen voor eventueel voor Facebook en eventueel voor Twitter. En dan de onderste is promoten tweets, dus adverteren op Twitter. Ik ben er vrij uniek in, ook voor de kleine MKB, om eventueel een linkje door te verkopen. Om jou uiteindelijk de website te promoten met een specifiek product naar een specifieke landingspagina. Maar goed, ik ben redelijk Twitter-minded. Je zult het ook zien. Dit was afgelopen
Vorige week dinsdag, precies een week geleden, ging ik door de grens van 50.000 volgers. Dat is toch aardig een groep mensen die ik toch elke dag weer voorzien van leuke content. Waar ik heel erg trots op ben, is ook mijn contacten met Twitter. Ik ben aardig al 2,5 jaar bezig met pilots. En dit is een stuk wat in de advertentie heeft gestaan. En op mijn website vind je daar meer informatie over. Meten is weten is altijd. Ik gebruik daar het programma Hootsuite voor. Dit is een heel fijn programma om in ieder geval te zien wat er specifiek over je gezegd wordt. Dan wel op Facebook, dan wel op Twitter over jouw onderwerp of over jouw producten die jij eventueel verkoopt in je webshop. Kijken wat mensen daarover zeggen en of ze daar dan, dat je daar dan eventueel op kan reageren. Even wat Facebook ideeën. Het is even wat tekst, ik zal het even doornemen. Ik denk dat je de goede verhouding moet vinden tussen sociale en commerciële uitingen. Wat bedoel ik? Sociaal is bijvoorbeeld een spelletje of een raadseltje met je doelgroep. Of maak een leuke foto van jezelf met het onderwerp wat jij verkoopt in je webshop en plaats dat op Facebook. Of als wij een korting willen weggeven, aan wie moeten we dat dan weggeven? Tag die persoon op Facebook met het antwoord. Dan krijg je vanzelf een redelijke viraal gebeuren op Facebook. Dat kan je echt aanbevelen. Laat je likers of volgers meedoen met raadsels, zodat ze betrokken raken bij jouw onderwerp. Of in het kader van de feestdagen, plaats een foto van Sinterklaas, Kerstman en vraag wat je doelgroep allemaal al op hun verlangslijstjes hebben staan. Dan krijg je gewoon die interactie, die conversatie, die komt vanzelf op gang. Maar als je, nou laten we zeker in het begin, als je begint met 50-50, 50% sociale uitingen en 50% commerciële uitingen, dan zullen ze dat in Nederland best wel snappen als jij zeker vanuit een webshop aan het Facebooken dan wel aan Twitteren bent. Hè. Dus vergeet niet om af en toe de commerciële boodschap te doen, zo bijvoorbeeld bij 1000 likes of 500 likes versloten we een onderwerp uit de webshop en verdelen of de winnaar onder die 1000 likes mag dat dan hebben. Doe het gewoon, het mag, is geen enkel probleem. Ik heb wat voorbeelden meegenomen, gewoon even wat ideeën qua sociale content. Bijvoorbeeld bij Expert, herkenbaar, soms brengen we moderne technieken mee. Weet jij nog een mooie oplossing voor die oordopjes die we elke keer weer in de war raken? Wat we heel vaak doen is vragen stellen. Herken je dit probleem nog? Zodat er in ieder geval de reacties naar jou terugkomen, zodat je wederom al dan niet een like of een reactie krijgt. Deze is ook wel grappig, is ook weer van Expert. Het is gewoon een raadseltje, how many holes are in this t-shirt? Het heeft eventjes niks te maken met het elektronica, maar gewoon als je ziet aan de onderkant, het is 17 keer gedeeld, 159 mensen vinden dit leuk en daar hebben aardig wat reacties op gekregen. Even voor het raadseltje, er zitten 8 gaten in de t-shirt. Even terug in de tijd, altijd leuk. De overbekende Giet Titelaar heeft ook aardig wat likes gehad, is 22 keer gedeeld. Het gaat juist dat mensen jouw content die jij plaatst, want jij bent de publisher, om die te delen met jouw volgers, dan wel met jouw likers op Facebook. Maar vergeet vooral niet, het mag, het is geen enkel probleem. Bepaalde datum erbij zetten, zeg wat je in de aanbieding hebt en maak dat gewoon onder de aandacht. Kun je een beetje Photoshop, kom je al een heel eind. Deze is van Zomerzoen, die heeft op dit moment de Sinterklaas deals. Voor zondag bestellen, voor Sinterklaas leveren. Heel simpel. Hier staat bijvoorbeeld de volgende. Dit is heel persoonlijk. Deze dame van Zomerzoen geeft al aan dat ze 10 jaar bij de KVK heeft ingeschreven. Heeft een behoorlijk aantal volgers. Dus een klein bedrijfje ergens uit Brabant. Heeft nu al 50.000 likers. En door gewoon puur leuke content te schrijven en heel veel share, like en win acties. Als je het ook aan de onderkant ziet, 1011 personen vinden het leuk. Dat is voor een normale post, voor een kleine winkel, is dat behoorlijk hoog. Deze is ook. Hier kan je het zien. Like, share en win. De Sotter Zomerzoen weggeefprijzen. Maak er iets leuks van. En kijk vooral rechts onderaan. 736 keer gedeeld.
En deze dame heeft soms echt records van 2000, 3000 mensen die dit gedeeld hebben. Nou, dat is echt immens hoog. Even wat Twitter-ideeën. Ook hier zorg goed voor de goede verhouding tussen sociale en commerciële uitingen. Weliswaar heb je wel een beperking met 140 karakters. Maar goed, heb je tips die leiden naar jouw webshop met bepaalde artikelen die je daarin hebt zitten? Verzin daar iets mee. Huishoudtips of autotips, het maakt niet uit. Zet er een paar neer. Gegarandeerd dat dat 1, het wordt gedeeld en 2, mensen vinden het leuk en gaan daar soms iets een reactie op geven. Sinterklaas, hè? Vraag of iemand een Twitter gedicht wil schrijven in 140 karakters. Of vraag aan jouw volgers van, goh, wat rijmt er op, ik heb het laatst gedaan met een aannemer die had iets met beton. Wat rijmt er allemaal op beton? En tot mijn eigen verbazing komen er gewoon heel veel mensen reageren daar met vooral tekstschrijvers die daar weer iets leuks op weten te vinden. Zoals ik aangaf, een paar slides terug, ga Twitter monitoren over je onderwerp. En ga met die volgers in communicatie. Ga vragen dat je muziek misschien kan helpen. Het is gewoon zeer interessant om te weten over welke webshopartikelen die jij in je webshop hebt staan, waar mensen dan over praten. Dan kun je Hootsuite kan je daar prima voor gebruiken. Het is trouwens een gratis tool. En ook hier af en toe een commerciële boodschap. Bijvoorbeeld onder elke retweet verloten we een onderwerp uit de webshop. Dit is ook zo wat ik nu doe voor een van de klanten, dus specifiek voor een glasgarage. Alles wat er getwitterd wordt of gefacebookt in dit geval met het woord sterretje of vooruit, we reageren daarop. Nou, dit was dan een balk in de achteruit, dat is wat we monitoren. We reageren daar gewoon mee, gewoon ben je maar klaar mee, wordt het al opgelost. Zo niet, bel om dit nummer voor een afspraak. Dit vind ik ook wel een aardige. Meneer Van der Tak, net een proefrit gemaakt in de Audi A5. Heerlijke auto, lekker sportief. Wie maakt er een scherpe offerte? Nou zijn vaak klanten van mij die meer in de dienstverlening zitten. Vandaar komen ook deze tweets. Maar goed, het kan zo zomaar zijn dat mensen praten, zeker met hashtag durf te vragen. Rechts onderin zie je dat staan. Met jouw onderwerp erin. Dat is gewoon heel interessant om daar eens op te monitoren. Eens kijken of je daarop kan reageren. Uiteindelijk heeft Arnoud Jelle, dat is dan toevallig mijn broer, die heb ik aangegeven, want hij is Audi-verkoper, van joh, ik geloof dat je hier even moet reageren. En hij heeft uiteindelijk ook deze auto verkocht aan deze meneer Van der Tak. Weer zo'n voorbeeld, drukwerk. Hè, als je kijkt naar de tweede tweet van bovenaan, van Dagmar Schrode, waar zal ik eens goed en snel en niet duur 1500 flyers laten drukken? Durf te vragen. Dus, met andere woorden, mensen komen langs jouw webshop en jij moet alleen eventjes aangeven van joh, wist je ook dat je dat product ook bij ons kan kopen? Makelaar, hetzelfde, kijk naar de Bow Street. Als je je huis in Gouda wil verkopen, wie is dan de juiste makelaar? Nou, een makelaar uit Gouda kan hier prima op reageren van joh, ik wil je graag helpen. Wat zijn je ideeën? En moet ik jouw huis verkopen of moet ik iets voor je aankopen? Goed, promoten tweets wil ik het nog heel even over hebben. Nou, wat is een promoten tweet? Jullie kennen waarschijnlijk de Facebook advertenties die vaak aan de rechterkant van de Facebook pagina voorbij komen. Nou, promoten tweet is een tweet. Ik zal zo een voorbeeld laten zien, maar dit is van de New Media Factory. Dat is het bedrijf, daar waar ik de eigenaar van, die is certified. En je bent dan gelijk certified, dat is een voordeel. Maar zo ziet het dan uit. Ik ben als een boek van Jeroen Bertrams aan het promoten. Leuk, het boek Social Media Expert in een week. Recensies en lovend bestellen kan hier. Als men dan op dat linkje klikt, dat begint met een OW, dan zijn de CTR's, de Quick to Rate, ligt ergens tussen de 3 en de 5%. Dat is best wel hoog en daarom ben ik zelf al vrij positief over dit Twitter advertentieprogramma. Resultaten, ja, zo ziet het eruit, maar dan zie je halverwege, als je kijkt bij de tweede tweet, zie je dat er 284 keer geklikt is op zo'n testje. En terug even naar de resultaten,
Als je bij dit overzicht ziet, dan zie je aan de rechterkant zie je dan de 2% gemiddeld wat er dan op die tweets geklikt wordt. En bij wijze van spreken zet ik die mensen af bij jou aan de voorkant van jouw funnel of aan de voorkant van jouw webshop, om zo die mensen de webshop in te laten schuiven. Nou, vragen doen we straks. Ik ben op dit moment aan het einde van mijn presentatie. Er staan nog wat aanbiedingsjes in de app van de SEO Shop. Daar kan ik je eventueel naar verwijzen. En mocht er nog vragen zijn, zal ik ze straks beantwoorden. En anders kijk af en toe even op tnmf.nl, Theodor, Nico, Maria, Ferdinand, tnmf.nl. En dan vind je ook alle informatie. Goed, ik ga het woord doorgeven aan Alvar van Pasel. Alvar? Ja, daar ben ik. Wordt het goede scherm getoond of niet? Ik wacht nog even. Ja, hebben ze. Ben ik in beeld? Even Doet hij kijken. het? Yes, hebben ze. Geweldig. Zo, goedemiddag. Laten we beginnen met een. Ik ben Alvar Piepers van Pazel. Laat ik beginnen met een korte introductie van Pazel. Wat doet Pazel eigenlijk? Nou, wij leveren delivery management software voor e-commerce. Dit is cloud-based software waarmee elke e-commerce onderneming zijn zendingen en zijn retouren kan managen. Pazel is in 2009 opgericht met het idee de consument moet kunnen kiezen waar, hoe en wanneer hij zijn pakketje wil ontvangen. Eigenlijk wil je als webshop de perfecte bezorgervaring kunnen creëren, waar dan ook ter wereld. Gelukkig snappen vervoerders dit ook. Ze introduceren dan ook in een rap tempo nieuwe innovaties en speciale services. En dit betekent op zijn plaats weer dat Pazel eigenlijk op elke nationale en internationale vervoerder aangesloten moet zijn. Willen wij wereldwijd de ultieme bezorgervaring kunnen creëren. En dat lukt aardig. We zijn momenteel gekoppeld aan zo'n 15 verschillende vervoerders. Van PostNL, DPD en Select Vracht hier in Nederland tot UPS, FedEx. Maar ook lokale vervoerders als bpost of Deutsche Post. En andersom moeten we ook aangesloten zijn op alle e-commerce software. Dus, waaronder SEO Shop, maar ook bekende platforms zoals Magento, OpenCart of WooCommerce. Dit koppelen aan vervoerders is niet alles wat we doen. Ook automatiseren we het verzendproces achter de schermen, zodat orders sneller verwerkt kunnen worden. En tot slot bieden we de tools die de webwinkelier nodig heeft om de perfecte bezorgervaring voor zijn klant te kunnen realiseren. Niet meer moet je denken aan track and trace in diverse talen en in de eigen huisstijl. Of een interface voor het selecteren van afhaalpunten in de checkout. Dus het zijn twee pijlers: service naar de consument en efficiëntie in het magazijn. Voor veel klanten het bijkomende voordeel van Pazel is de flexibiliteit. Dus je bent niet meer afhankelijk van de software van vervoerders of dure zelfgebouwde koppelingen. In plaats daarvan heb je vanuit één platform toegang tot alle vervoerders, waarbij je snel kan wisselen of nieuwe vervoerders toe kan voegen. Klanten die van Pazel gebruik maken variëren van snelgroeiende startende webshops tot gevestigde webshops. Hierbij moet je denken aan Petsplace, G-Star, Fresh Cotton en webshops van Tom Coronel Creative Fit. Onder andere Plasma Discounter, Coffee Discounter en zo nog acht andere. Zoals ik net al aangaf, is Pazel meer dan alleen automatisering. We geloven ook echt heilig in logistiek als een marketingtool. Dus, conversieverhoging door middel van bezorging. In deze presentatie geef ik dan ook 10 logistieke tips die zowel kunnen helpen met tijdbesparing achter de schermen, maar ook met conversie in de webshop zelf. Maar de eerste, het eigenlijk belangrijkste van alles is voorbereiden. Dit wordt nogmaals bevestigd door recent onderzoek naar de orderverwerking bij Amerikaanse webshops. Waar normaal gesproken zo'n 80% van de orders uiterlijk de volgende dag verzonden wordt, dus dat zijn de 10 normale maanden van het jaar, is dit in de twee drukste maanden van het jaar amper de helft. En dat is zonde, want dit soort vertragingen hebben uiteindelijk alleen maar, die treffen uiteindelijk alleen maar de consument. Daarom mijn eerste tip: stimuleer vroeg bestellen.
hoe eerder je klanten laat bestellen, hoe gespreider je de drukte in je magazijn inricht. En bovendien profiteer jij hier niet alleen van als webshop, maar ook je klant. Je kan namelijk garanderen dat alles op tijd binnen is. En dat je ook nog voldoende op voorraad hebt. En als dat niet genoeg is, kan je ze overhalen met bijvoorbeeld een early bird korting. Dus bestel nu en ontvang bijvoorbeeld 5% korting. Of coupons, of iets als gratis verzending. De zekerheid van tijdige levering, zekerheid van voldoende voorraad. En bijvoorbeeld gratis verzending. Speaking of which, gratis bezorging, dat is meteen mijn tweede tip. Doe het maar gewoon. Tijdens de feestdagen, je ziet dat de interesse in gratis verzending toeneemt. Dit is een Google Trend Search, zoekvolume naar gratis verzending. En hierbij valt één ding duidelijk op. Alle pieken zijn eigenlijk in de november-december maand. Dus zeker in die drukke periode zou ik willen adviseren, doe gewoon gratis verzending om eigenlijk boven het maaiveld uit te steken of in ieder geval mee te kunnen doen. En je ziet ook in de cijfers, Amerikaans onderzoek, 38% van de consumenten gaat niet over tot aankoop, dus er gratis verzonden wordt. Maar was dit pak een beetje een jaar geleden, was het volgens mij nog 24% in hetzelfde onderzoek. Dus de behoefte naar gratis bezorging groeit immens. Maar als geruststelling kan ik erbij zeggen dat dit is een onderzoek naar onder Amerikaanse webshops. Naar wat zij vonden de meest succesvolle actie rond de feestdagen in 2012. En hierbij valt duidelijk op gratis standard shipping, dus de goedkoopste bezorgmethode gratis. No questions asked, dat is hun meest succesvolle actie geweest in deze drukke periode. Hoe doe je dat dan? Je kan zeggen, ik doe gratis, punt, maakt niet uit. Order waarde maakt me niet uit. Het is de makkelijkste optie, heb je het snelst geregeld. Maar ik kan me voorstellen dat voor veel webshops dit niet haalbaar is. En dan is de optie gratis boven een bepaald bedrag. En dus je zegt van boven de €75, boven de €100 is bezorging gratis. Kan werken als een mooie stimulans om je gemiddelde orderwaarde iets omhoog te krikken. En hierbij moet je opletten dat, kan je in acht nemen dat het hoogste percentage kassaverlaters zit rond psychologische grenzen. Niet zozeer, het gaat vooral, dit zijn dan prijzen in dollars, maar voor mij kan het in euro's net zo goed werken. Hier heb ik een grafiekje. We zien duidelijk dat zodra het boven de €100 uitkomt, stijgt het percentage kassaverlaters ineens sterk. Dus hou daar rekening mee. Laatste tip, komt helaas nog veel te vaak tegen. Probeer niet op verzending te verdienen. Uiteindelijk trek je aan het langste eind. Derde tip is bied offline afhaalopties. Lang niet iedereen is namelijk door de week thuis of heeft zin om op de bezorger te wachten. Afvalpunten zijn dan een prima alternatief. Je ziet dan ook dat consumenten deze optie steeds meer gaan waarderen en bijna gaan verwachten bij een serieuze webshop. En ook in onze eigen cijfers zien we dat afvalpunten in verhouding steeds meer gekozen worden. In sommige van onze webshops is dit wel tot 30% van de orders wordt naar een afvalpunt gestuurd. Gelukkig heeft ook bijna elke voerder tegenwoordig afhaalpunten. Onder andere PostNL, DL en Selectvracht bieden de afvalpunten. Maar ook DPD heeft ze zojuist geïntroduceerd. Dus klop vooral bij je vervoerder aan en vraag naar de mogelijkheden. Heb je een eigen magazijn of winkels? Combineer deze dan met de afvalpunten van de vervoerder voor maximale keuze en maximaal klantgemak. Het wordt normaal in onderzoek bevestigd, 72% van de consumenten wil de mogelijkheid om online aankopen af te halen op een offline locatie. Dus doe er je voordeel mee. In het verlengde van de afhaalpunten en de afhaalkeuze zou ik willen adviseren om een snelle optie te bieden, maar ook vooral flexibel te zijn in het bezorgaanbod. Je zult zien, heel veel mensen wachten tot het allerlaatste moment. Helaas maak ik mezelf ook nog wel eens schuldig aan met de kerstinkopen. Dus het is aan te bevelen om naast je standaardbezorging die je eventueel gratis maakt, ook een express service toe te voegen. Gelukkig heeft ook bijna elke voerder wel zoiets. PostNL bijvoorbeeld voor 11 uur geleverd, de DHL en UPS voor 9 uur de volgende dag en Dynalogic zelfs voor 7:30 ochtends, dus nog voordat mensen naar hun werk gaan. En datzelfde Dynalogic kan zelfs leveren op de dag van de bestelling, zogenaamde same day delivery. Maar snelheid is niet alles. Flexibiliteit is volgens mij net zo belangrijk, want wat heb je eraan als iets snel in huis is als je de volgende dag niet eens thuis bent? Je kan namelijk overwegen om de klant zelf zijn bezorgdatum te laten opgeven. Wat je vervolgens doet is het pakket vasthouden tot de dag voor de gewenste bezorgdatum. En ervan uitgaande dat
ja, zo'n 95% van de pakketten de volgende dag dan aangeboden wordt, kan je de klant, nou, kan je er zeker van zijn dat die, bijna zeker van zijn dat die de volgende dag bezorgd wordt. Vermeld er uiteraard wel bij dat het gaat om een indicatie waar geen rechten aan ontleend kunnen worden, want straks haal je dingen op de hals die eigenlijk liggen bij de vervoerder zelf. En uit onderzoek blijkt, en ook uit onze eigen cijfers zien we nogmaals, dat dit soort opties, dus boven de standaardbezorging, iets is waar de klant graag voor wil betalen. Mijn vijfde tip is, geef de uiterste besteldatum aan. Kijk, rond de feestdagen wil de klant eigenlijk maar één ding, en dat is dat zijn bestelling op tijd binnen is. En geef daarom duidelijk aan tot wanneer besteld kan worden, wil het op tijd verzonden worden. En de beste manier om dat te doen is volgens mij met een countdown clock. Dus gewoon op je homepage aftellen naar het moment waarop er voor het laatst besteld kan worden. Zo creëer je ook een soort gevoel van urgentie en dat kan je conversie weer stimuleren. En ik zou hetzelfde aan willen raden voor in de checkout, maar vooral op je homepage. En hou er hierbij rekening mee dat vervoerders lang niet altijd dezelfde cut-off tijd hanteren. Dus soms kan het, bij sommigen kan je later aanbieden dan bij anderen. Om als voorbeeld te noemen, Selectvracht bezorgt bijvoorbeeld niet op Sinterklaasavond omdat ze geen verwarring willen zaaien bij de kinderen, waar andere vervoerders wel gewoon bezorgen. En ook bestaan er verschillen tussen landen. De internationale zendingen zijn uiteraard langer onderweg dan de nationale zendingen. Wil je nog eens zien per vervoerder wanneer het uiterste moment is om aan te bieden? Kijk later deze week even op de Pazelblog. We zijn bezig met een kalender waarin alle cut-off tijden rond de feestdagen van elke vervoerder op een rijtje gezet worden. Hou dat dus zeker even in de gaten. Maar tot slot, ik zou willen zeggen, garanties verkopen. Dus probeer nog, eigenlijk net zelfs met die bezorgdatumkeuze, probeer zogenaamd gegarandeerd te leveren voor een bepaalde, als het op een bepaald moment besteld is. En nogmaals, altijd onder voorbehoud. De verpakking. Nou, verpak stevig en vooral slim. Dat klinkt logisch. Toch gaat het hier ook maar al te vaak fout, wat weer tot vertraging kan leiden. Nou, een paar tips. Als je cadeauverpakkingen aanbiedt, stop die dan in een extra doos, anders blijft er niks van over. Heel simpel. En zorg uiteraard voor een stevige doos, waarin producten niet kunnen schuiven. Voorts, gebruik geen strikjes, lintjes of touwtjes om je pakketten, want de kans is groot dat iets blijft haken op de sorteerband en dan ja, met vertraging als gevolg. Vervolgens verwijder de batterijen als je elektronica verkoopt. Niet alleen loop je zo het risico dat apparaten tijdens het transport aangaan. Een nieuwe internationale regelgeving schrijft ook voor dat batterijen apart verpakt moeten worden in verband met kortsluitingsgevaar. Dus dat geldt zeker voor internationale zendingen. Doe de batterij los in de doos. En tot slot vermeld, als het om een cadeau gaat, dat het om een cadeau gaat. In een recent interview met een Amerikaanse UPS-chauffeur geeft zij aan dat dit het verschil kan maken tussen voorzichtigheid of gegooien met pakketjes. En bovendien voorkom je bij internationale zendingen sneller dat de douane het pakketje eruit vist omdat ze bijvoorbeeld commerciële heffingen willen toepassen. En dit is een quote van de UPS-chauffeur: "Anything that sticks out is going to brighten my day." Dus doe er je voordeel mee. Zevende tip is, automatiseer het verzendproces. En hier kom ik echt aan bij de kern van Pazel. Maar al te vaak komen wij nieuwe klanten tegen die nog met een import-export systeem werken van hun huidige vervoerder. Waarbij ze orders verzend klaar moeten maken in de software van die vervoerder. Vererger nog, moeten kopiëren en plakken per order. Dus handmatig adreslabels moeten tikken. Dat is allemaal zonder van je tijd natuurlijk. En bovendien is het erg foutgevoelig, wat weer tot vertraging kan leiden. En verzend je via meerdere vervoerders, dan krijg je helemaal een chaos van meerdere systemen die parallel aan elkaar lopen, maar niet aan elkaar gekoppeld zijn. Pazel automatiseert dit proces. En het integreert het hele verzend klaarmaken direct in de backend van elke webshop. Dus je selecteert eenvoudig je orders in het orderoverzicht en klikt op print labels. En hiermee rollen de labels uit de printer, maar krijgt de vervoerder ook een voormelding en de klant automatisch een track and trace mail. En dat maakt voor ons niet uit welke vervoerder of welke bezorgoptie het is. Dat kan allemaal gewoon in één batch tegelijkertijd. Zeker in drukke periodes merken we bij klanten uren per dag kan het schelen. In SEO Shop als voorbeeld ziet het er zo uit. Je hebt je orderoverzicht, je vinkt al je orders aan die je op dat moment wil gaan verzenden. In je drop-down onderin druk je op print labels en alles is geregeld. Achtste tip is, communiceer vooral proactief in plaats van reactief. Elke vraag die je vooraf kan beantwoorden scheelt druk op je klantenservice.
en kan onduidelijkheid voorkomen die een klant kan weerhouden van een aankoop in de eerste plaats. Probeer zo duidelijk mogelijk de bezorginformatie te vermelden. Bijvoorbeeld via een bezorgingpagina op de homepage. En eigenlijk als het even kan ook op de productpagina. En ik zou willen zeggen, richt een FAQ in, Frequently Asked Questions, meest gestelde vragen. Geef je gewoon meteen een antwoord op en wacht niet tot die vraag bij je klantenservice terechtkomt. En als het bij je klantenservice terechtkomt, zorg ervoor dat de klantenservice de antwoorden op de meest gestelde vragen als een macro paraat heeft. Zodat je meteen, zodat je niet per klant en per vraag opnieuw een mailtje hoeft te tikken, maar dat je gewoon een kant-en-klaar mailtje kan terugsturen met antwoord op die specifieke vraag. Helemaal makkelijk is het integreren van de track-and-trace status in je webshop. Basel kan dit doen voor SEO-shop. Dan zie je direct in je orderoverzicht zie je de actuele status van elke zending. En vanuit daar kan je ook eventueel meteen doorklikken naar de track-and-trace pagina van de webshop. Dus je hoeft nooit meer dingen te kopiëren of te plakken. En zo kan je ook proactief informeren bij vertraging. Als je ziet van deze zending is 2 dagen geleden aangeboden bij de vervoerder. Is nog steeds niet binnen. Geef even klant even een telefoontje en dat zullen ze ontzettend waarderen. Over track and trace gesproken, ik zou willen aanraden om deze vooral te customizen. Toevallig een klant van ons, OG. Het is puur een marketingdingetje. Puur weer een marketingdingetje, maar het is wel altijd een leuke. Waarom zou je track and trace mailtje versturen in de stijl van je vervoerder? Eigenlijk heb je vanaf promotie tot de uiteindelijke bestelling heb je je best gedaan om een soort ervaring voor je klant te creëren. En het is eigenlijk zonde om dat dan tijdens de bezorging teniet te doen. Dus maak van je bevestigingsmail en je opeenvolgende track-and-trace mails op iets dat aansluit op het totaalplaatje. En bovendien zit een mooie plek om herhaal aankopen te stimuleren met bijvoorbeeld tijdelijke acties of een actie in de maand januari. Bijvoorbeeld met een kortingscoupon of een voucher voor nogmaals gratis bezorging. Ik vergelijk dit dat graag met uit eten gaan. Je kan ergens nog zo lekker gegeten hebben, maar als het dessert tegenvalt, dan ga je toch met een slecht gevoel weg. Klanten bevestigen dit ook. Ze vinden het echt een wezenlijk onderdeel van de online ervaring en die willen daar dan ook graag in investeren. Dan kom ik bij mijn laatste tip. Retouren. Dus het onherroepelijk zul je last hebben van retouren. Je doet er helaas weinig aan. Het hoort erbij. En ik zou willen zeggen, overweeg ook gratis retouren. We hebben het over gratis bezorging gehad. Maar gek genoeg vind ik de feestdagen een ideaal moment om ook gratis retouren te overwegen. Omdat ik kan me zo voorstellen dat cadeaus minder snel teruggestuurd worden. Dus wellicht ligt je retourpercentage juist lager dan in de andere maanden. En bovendien creëert het een gevoel van vertrouwen en een soort van er kan iets fout gaan gevoel. En dat is ook weer goed voor je conversie. En dit betaalt zich uiteindelijk ook terug in herhaal aankopen. Onderzoek, Amerikaans onderzoek Journal of Marketing, gezaghebbend marketing tijdschrift. Geeft ook aan, consumenten die ergens gratis konden retouren, die zijn 3 jaar lang gevolgd en die besteden opeenvolgend tussen de 58 en 357% meer. Dus dat zijn toch wel flinke aantallen. En voordeel is ook dat je, als je voor retouren je eigen vervoerder gebruikt, dan profiteer je van enerzijds maximale transparantie, dus je weet precies wat er terugkomt. Je hebt een track-and-trace status, dus je hebt minder vermiste pakketjes. En ook als je de klant een retourlabel toestuurt, telt het op bij je totale pakketvolume. En daar heb je weer een kans op een lager verzendtarief in totaal. En je kan ervoor kiezen om de retourlabels op aanvraag naar de klant te sturen. Maar wat wij altijd willen aanraden is stop ze alvast in de doos op de heenweg. Onderzoek wijst dat dit echt de optimale retourervaring voor de klant is. En je hebt gewoon zoveel minder druk op je klantenservice. En dat verdient zich uiteindelijk ook eigenlijk weer terug. En hiermee ben ik aan het einde van mijn presentatie. Bedankt voor het luisteren en veel succes tijdens de feestdagen. Ik geef het woord weer over aan Bertram en als er nog vragen zijn, dan hoor ik het graag. Oké, kijk. Misschien kunnen jullie mij ook weer zien. Ik zag dat er een aantal vragen zijn binnengekomen. Gaan we zo even behandelen. Het kan zijn dat er een aantal vragen tussen zitten die wat technisch zijn. Dus misschien dat we dat uitzoekwerk moeten verrichten. Dat zal dan ook gebeuren. Dat zal dan na de presentatie zijn. Moet ik even kijken waar ze binnen zijn gekomen. Ik zie ze nu even niet. Even kijken. Hier komen vragen.
De eerste vraag is van Gerard Tolkamp. Is een vraag voor Pazel. Hebben jullie ook ervaring met het versturen van koelkasten en dergelijke? Dat is dan waarschijnlijk voor jullie vervoerders. Naar Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Zou ik even moeten navragen. Ter verduidelijking, wij doen zelf geen vervoer. Dus wij koppelen alleen het e-commerce platform aan vervoerders. We hebben een portfolio van zo'n 15 vervoerders. En zeker binnen Nederland kunnen koelkasten wel. Maar voor Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland zou ik even moeten navragen. Maar ik ga erop terugkomen, Gerard. Ja, Gerard, je kan het dan het beste misschien even mailen op alva@pazel.com. Dan hebben jullie ook direct even contact. Even kijken, de volgende is van Michel Akkers. Hij vraagt 95% next day delivery. Halen transporteurs dit ook tijdens de feestdagen? Ik geloof dat jij iets over gezegd hebt over het blog dat je ging schrijven. Dat is een vraag voor Alvar. Ja, ik heb een rondje gedaan langs alle vervoerders om te vragen tot wanneer ze kunnen bezorgen. En de meesten geven aan dat de bezorging as usual is. Ja, de vraag is inderdaad wel, dat is een terechte vraag, of ze rond de feestdagen in die drukke periode ook die hoge hitrate kunnen garanderen. Dat durf ik niet te beloven, dat is iets wat bij de vervoerder ligt. Dat zou ik niet durven zeggen, maar dat... Ik denk het wel, het ligt wel vrij hoog. Van wat ik begreep uit de woorden van de vervoerders, gaat het meeste wel goed rond de feestdagen. Ze zijn er wel op ingericht. Kijk. Top. Nog een vraag van Michel Akkers. Dat is een vraag voor Jeroen. Wat zijn de kosten voor een promoted tweet? De kosten van een promoted tweet? Wat ik op dit moment aanbied is als volgt. Je kunt twee manieren. Eén is rechtstreeks naar Twitter gaan en daar voor 15.000 euro per 3 maanden... je advertenties afnemen. Ik kan er tussen zitten. Wat heb ik gedaan? Voor 850 euro maak ik een campagne voor je. Die richt ik in. En dan zet, even kijken, dan doe ik 1000 websitebezoekers afleveren op jouw landingspagina. Dus even omgerekend kost 85 cent per link of per klik. Het is per 1000 af te nemen, is 850 euro. En je kunt daar alle informatie op mijn website daarop terugvinden. Op een ook specifiek kopje Twitter adverteren of promoten tweet. Daar kan je het vinden. Top. Een vraag van Gunther Luiks. Opnieuw voor Pazel. We werken met Dynalogic en hebben veel multicollies. Als je dit dan automatisch aanmaakt, hoe gaat het dan? Multicollies is dus meerdere zendingen in order. Die kunnen gewoon automatisch aangemaakt worden. Wat wij doen is, wij kunnen bepaalde bezorgopties koppelen aan de order-inhoud. Dus wij kijken eigenlijk al in de checkout van SEOshop kijken aan, naar wat zit er in deze order. En die data kan je koppelen aan bezorgopties, ook aan een aantal collies. Dus je kan zeggen van, ik heb bijvoorbeeld, ik zit over de 10 kilo heen, of ik zit over de 3 producten heen, iets wat niet meer in één pakketje past, dan zorgen we automatisch voor dat je meerdere labels, dus meerdere pakketjes kan maken, dat multicollie verhaal. Kijk, top. Ik kan het even op de mail zetten naar Gerard. Of naar Gunther, pardon. Naar Gunther is dit. Ik kan het even maken hoe het precies werkt, kan ik het even demonstreren. Precies. Gunther, kun je ook een mail sturen naar alva@pazel.com in dat geval? Even kijken hoor, zijn er meer vragen? Ik krijg een vraag van Tanja, volgens mij is deze voor mij. Hoe kan ik zelf controleren of mijn remarketingcode werkt of is dit niet mogelijk? De code staat al in het systeem van SEOshop. Als het erin staat, zou het in principe moeten werken. Als je er twijfels over hebt, Tanja, kun je me beter even mailen. Liefst ook met je shopnummer. En dan kunnen we even testen of het inderdaad werkt voor je shop. Dus je kunt me mailen op betram@getseoshop.com met je shopnummer. Even kijken. Dat is alweer de laatste, mensen. Dat gaat snel. Ik heb geen vragen meer.
Nou, mochten er mensen zijn die toch nog vragen hebben, jullie kunnen ons sowieso mailen op de e-mailadressen die hier staan. En uiteraard kun je altijd even bellen. Ja, dan rest me eigenlijk alleen nog om de sprekers te bedanken voor de presentaties. En jullie uiteraard allemaal voor jullie aanwezigheid. En ja, ik hoop dat jullie wat van geleerd hebben en dat jullie ook weer een volgende keer zullen komen. Dus hartelijk dank allemaal. Graag gedaan. Oké, okay, dan het einde van onze webinar. Perfect. Tot ziens. Tot ziens.